alsjeblieft. Burgers van het Markiezaad Bergen op Zoom en gij allen die van verre zijn gekomen, wees welkom in deze steden. In bange oorlogsdagen hebben wij Maria, onze toevlucht, beloofd haar openbaar hulp te brengen. Voor deze overgang wordt die belofte in. Kijk met aandacht en luister. Laat ons expert die weten zijn. Maria, zet het ons mee. Sint Martinus te paard, want hij was een Romeins
Martinus officier. En voor bisschop Martinus Muscus was hij een voorbeeld. Toen hij zei, als je zo arm bent dat je geen brood kunt kopen, is het geen zonde als je er een neemt. U weet het nog steeds, hè, mevrouw. Dat was een typische uitspraak. In het jaar 335 na Christus kwam Sint Martinus bij de stadspoorten aan en werd aangesproken door een bedelaar. Yeah.
laat ons bidden. Laat ons Maria vragen om haar genade. Zij, moeder van alle moeders, luistert naar onze smeekbeden. En zij zal ons zeker aan horen. Als dank voor haar inzet bij God, willen wij jaarlijks keren en een dankgoed op graag brengen. Ik, van Lanoy, inzet dat beloofd. Ieder jaar een dankstuk, omdat we... gekregen dat hij hen had gemaakt. Alleen Noach, zijn vrouw en zijn zonen Seth, Cham en Jafet zouden deze alles niet voor de zondvloed overleven. En daarmee is Noach stamvader van alle mensen. Ze overleven inderdaad. En zo komt het dat van Noach's zoon Jafet alle mensen in Europa afstammen. Wil degene die mij tot mijn God tot rekenschap heeft gevraagd hierop een hand voeren. Nu hier buig ik en vernedig mij voor u. Ik zie in dat u alles kunt en geen enkel voornemen voor u onbereikbaar blijft. Ik heb enkel gesproken omdat ik er niets van begreep. Niets van begrepen. Die jaren dan echt sterker dan wij. Dan schudden we hem mee. Hij moet komen. Hij moet naar me luisteren. Haal hem snel en wel nu. Waarom laat jouw God dit gebeuren? Heeft hij dan geen mededogen met ons? Wat hebben wij gedaan? Hij wil niet luisteren. Nu ligt gij God storen pas echt kennen. Ga ogenblikkelijk bij mijn volk weg. Ga met al uw Israëlieten. Neem uw vee en bezittingen mee. Maar ga en vertrek, en wel nu. Anders sterven wij allemaal nog. En vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug.
in tranen. Ze heffen smeekbeden aan en ik zal hen leiden. Mijn zonden, herstel mijn hart. Zie hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in. Hij zal het koren verzamelen in zijn schuren, maar het kaf zal worden verbrand in een niet te blussen vuur. Heer, wat moeten wij soldaten doen om het Rijk Gods voor te bereiden? Moeten wij de wapenen nemen? Doet niemand geweld of onrecht aan en wees eerlijk in uw soldij. Ja. Meester, zeg ons, hoe kunnen wij tollenaars ons voorbereiden op de komst van de Heer? Wees eerlijk in uw vordering en vraag niet meer tol als gij vraagt. Deze vrucht, de zoon van God, hij zal koning worden van het koninkrijk, het rijk.
kracht. Hij toont de kracht van zijn armen. Hij verheft de armen en onze laatste met de hij zet de rijken. Betekenen. Toch zal jij, zo zegt de Heer, iemand voortbrengen die namens mij over Israël zal regeren. De koning zal als een herder voor hen zijn, want zo zal de macht van de Heer zichtbaar worden en de majesteit van Israëls God overal worden erkend. Want hij zal zijn macht tonen tot aan het uiteinde der aarde. Gedaan. Je moeder en ik zochten je in droefheid. Waarom zocht hij mij? Is hij er niet te horen te zijn? Waar is hij? Ja, hij is zo hoog. Duivels in Kana. Maria was ik. En ook Jezus en de apostelen waren voor de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn op de bruiloft in Kana op was, zeiden de dienaren... Alleen maar gebruiken met water. Mijn uur is nog niet gekomen. Wat Jezus u zeggen zal. Kom hier de kruiken met water. Schep nu uit de kruiken en breng deze naar het bruidspaar. Zit u
bruidegom proeft het water dat wijn is geworden en zegt... De verandering van water in wijn op de bruiloft in Cana was het eerste wonderteken dat Jezus deed. Zo toonde hij zijn grootheid en zijn apostelen geloofden in hem. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Aan het zilveren beeld ga je mee. Morgen overdag zal ze weer teruggebracht worden
en de devotiekapel van de voormalige Antonius Abtkerk in Bonnevliet. En om 7:00 bidden we daar gezamenlijk het Rozenkransgebed. En nadien is het in eigen haard koffie met een passende Maria traplaats. Ook daar heb je van harte bij uitgenodigd. En daarmee sluiten we onze vierdaags rond Maria. Onder een stralende zon, met enorm veel deelnemers en enorm veel schouders, mocht de Moeder Gods voor de 71ste keer op handen gedragen worden hier door onze stad. En graag wil ik het thema gebed in wat we aanvullen met onze Vader en deze groet uit dank voor deze unieke omgang. En daarna zingen we Maria ter Eer, de hertogin van de avond. En is deze plechtigheid hier in de Sint-Pieterskerk afgesloten. Heel veel dank dat we ook op deze wijze een waardig slotakkoord hebben van deze meer dan bijzondere omgang over onze stad. Geef vrede aan ons land en steden. Maria, zo willen we smeken tot u in het lied van de hertoginne van Brabant. Wij blijven u danken voor onze vrijheid. Daarom houden we vast aan onze belofte en trekt de omgang u ter eer door onze stad. Vrede is een rijk goed, maar voor veel mensen lijkt ze ver weg. Ze moeten leven tussen oorlog en geweld. Al hun zekerheden vallen weg. Daarom slaan ze op de vlucht. In gammele bootjes drijven ze op zee. Ze zoeken veiligheid en vrede. Wie gaat hen dat bieden? Maria, help ons om voor hen op te komen. U weet als geen ander hoe het is om voor een gesloten deur te staan. Daarom werd Jezus geboren in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg. Toch zullen de engelen bij zijn geboorte vrede op aarde onder de mensen. Maria, laat ons met uw zoon bouwen aan de stad van vrede. Geef vrede aan ons land en steden. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komt, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld. Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, heeft u ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend. En heffen we nu de hertoginne van Brabant.